Straatbezoek. Een hoorspel van Leslie Darwin in een vertaling van Rauke G. Broersma. Regie, Dick van Putten. Ik ben dat ik mijn muziek vergeten had. Denk er dan de volgende keer wel aan. Ik had zo'n haast. Altijd eerst even nadenken. Ja, daarom liet ik het geld ook op tafel liggen. Het lesgeld, hè? Met de muziek. Nou, dat komt de volgende keer wel. Oh, ik kan het straks wel even langsbrengen, hoor. Het wordt al laat, Melanie. Ik geloof dat je beter gauw naar huis kunt gaan. Oh. Dan ben je een flinke meid. Mama zal woedend zijn. Zeg maar dat ik het niet erg vind. Heus waar? Melanie, ik heb vandaag 8 leerlingen gehad en ik moet nog koken ook. Ik wou je toch alleen maar helpen? Daar ben ik dan blij om, hè? Nou, dag kind. Dag. Ik zal tegen mama zeggen dat u het niet erg vindt. Goed zo. Ze zal toch wel kwaad zijn. Ik zal de heus wat harder moeten aanpakken, dat is het. Ja, nou nog mooier. Hallo, moeder. Oh. Kom nou, wind me niet op, moeder. Ik zal die revolver niet gebruiken als jij me er niet toe dwingt. Nou, schiet op. Hey. Rustig. Er is niks om bang voor te zijn. Oh, ja. De politie, moeder. Goed geraaien. Loop naar het raam. Huh? Misschien kunnen we zien wat ze van plan zijn. Schuif het gordijn opzij. Hey. Merci. Lijkt aardig rustig, hè? Ze zullen toch niet op het idee komen om hier te zoeken. Wat? Dat weet ik niet. Ach, kom nou, moeder. Je weet toch dat ze denken dat je dood bent? Gezitten, moeder. Maak het jezelf makkelijk. Maar... Doe nou niet zo bang, oudje. Doe wat je gezegd wordt. Dan zal je waarschijnlijk niks gebeuren. Braaf zo. Nou, weet je waarom ik hier ben, moeder? Nee? Zal ik het je vertellen? Deze keer zul je me moeten helpen. Het zal niet meer zoals vroeger gaan. Ik was maar een jochie, hè? Ik kwam niet in me op dat jij me erin zou luizen. Mijn eigen moeder nog wel. Ik weet niet waar je op uit bent. Probeer maar niet het onschuldige lammetje uit te hangen. Ik ben niet meer het slome jochie dat je vroeger kon bedriegen. Ik heb een beetje rondgezworven, weet je. Van alles geleerd. Een revolver gebruiken bijvoorbeeld. Nee, alsjeblieft, doe me niet. Hou op met dat gejank. Oh. Dat irriteert me. Ben je blij me te zien, moeder? Ja. Je hebt er niks van gezegd. Oh, maar ik ben echt blij. Ik zie dat je een heleboel van die oude meubeltjes hebt meegenomen toen je hierin trok. Hey, bijna de complete inboedel. Nou. Kijk hier eens. Een foto van broer Ron. Van broer... Hij is dikker geworden, niet? Een bruin leventje natuurlijk. Ik zie geen foto van mezelf, moeder. Ik zei, ik zie geen foto van mezelf, moeder. Je hebt me nooit een foto gegeven. Dat is waar. Zou je hem opgehangen hebben als ik het wel gedaan had? Ik hou van foto's, dat weet je. Ze zijn alles wat ik heb. Is het nou nodig om steeds met die revolver voor mijn gezicht te zwaaien? Hij gaat niet af. Tenzij ik de trekker overhaal. Je zult toch moeten toegeven, het is niet aardig wel. Een revolver richten op je moeder. Nee. Geloof ik ook niet. Oké.
Zo beter? Ja. Dank je. Denk erom. Hij zit los in mijn zak. Is er wat te eten? Oh, ja. Maar er is niet veel. Ik ben maar alleen, zie je. Dat is te hopen. Zou niet erg fijngevoelig zijn tegenover vader als je hier met een andere kerel was? Er zijn wat eieren en wat spek. Dat is genoeg. Kom op. Kom eens uit die stoel met je luie lijf. Ja. Waar is het brood? Oh, daar zorg ik wel voor. Nou, ik kan ook wel wat doen. Waar ligt het bestek? In deze la? In die ernaast. Nou, dat noem ik nog eens een mes. Hoe kom je daar dan? Van de slager in de buurt. En jij gebruikt het als broodmes? Ook voor het vlees. Je mag wel voorzichtig zijn. Met zo'n mes snij je zo'n vinger af. Het brood zit in die trommel, daar. Op de kast, precies naast je hoofd. Ah, merci. Eet jij ook? Nee, ik nog niet, geloof ik. Pa zei altijd dat je kon eten als een wolf. Heb je de laatste tijd zijn graf bezocht? Nee. Ik geloof dat je er in geen jaren geweest bent, wel. Hoe wil je je eieren? Niet te hard gebakken. Ik ben blij dat je er niet om liegt. Om wat? Pa's graf. Ik ben er geweest voor ik hier kwam. Ik had moeite de grafsteen te vinden. Helemaal overwoekerd door onkruid. Ik heb het weggetrokken. Die steen is helemaal groen geworden. Schimmel. Overal slakken. Ik was er kapot van. Ja, dat komt. Ja, het is zo ver voor me. En ik heb zo'n last gehad van mijn reuma. Met dat weer steeds. Nou, als ik thuis ben, kunnen we samen gaan, hè? Het is niet fatsoenlijk om het in die toestand te laten. Ik kon er niks aan doen. Ik geloof je. Ik zou niet graag van mijn eigen moeder denken dat ze het graf van mijn vader opzettelijk verwaarloosde. Mijn lievelingskostje. Weet je nog? Ja. Je gaf hem altijd als ontbijt als ik kwaad was. En wie naar school wou. Ik wist dat je ervan hield. Nou, soms met chips erbij. Wou je nou wat hebben? Nee hoor, lekker zo. Ik had de pest aan die school, weet je wel. Er staat toch een blik spaghetti in de kast? Je weet dat ik niet van spaghetti hou. Ja, dat was ik vergeten. De directeur liet me altijd in zijn kamer komen. Ik maakte hem van alles wijs. Weet je wat ik eens een keer verteld heb? Nee. Nou, kun je lachen. Ik vertelde hem dat jij pa iedere zaterdag dronken voerde. Ja. En als hij voor Pampers lag, ging jij een deurtje verder en had een avontuurtje met die meneer Andrews. Dat is een goede bak, hè? Nee, dat is niet waar. Zei de directeur ook. Noemde mij een geboren leugenaar. Zei dat hij niet kon uitmaken wanneer ik loog en wanneer niet. Kon die ook niet. Ik noem het een hele kunst, mam. Goed kunnen liegen. Ja, dat geloof ik ook. Hij heeft een boel ervaring. Bijvoorbeeld, ik kon altijd zeggen wanneer jij loog. En nog. Vergeet nog niet de gas met die pan uit te draaien. Nou. Laat me eens kijken. Dat valt wel mee. Ik schrok alleen een beetje. Je krijgt een mooie blaar daar. Ik zal het even onder de kraan houden. Nee, dat is heel slecht. Heb je een zakdoek? Jawel. Nou, we zullen er even losjes om doen. Ja. He? Zo. Nou, gewoon laten opdrogen. Ja. Niet te strak? Nee. Mooi. Een beetje geschrokken, hè? Het valt nogal mee. Nou. Ik ga liever een poosje zitten. Ja. Ik zal thee voor je zetten, hè? Ja, graag.
Ik kan merken dat je weer nodig hebt. Het is gewoon onvoorstelbaar wat er allemaal met jou zou kunnen gebeuren. Als je op deze manier zou doorgaan. Maar nou kan ik tenminste op je letten. Daar zijn ze weer. Nou, kan ik zien buiten. Attentie alstublieft. Hier spreekt inspecteur Wright van de gemeentepolitie. De bewoners van deze wijk worden verzocht alle ramen en deuren gesloten te houden en binnen te blijven. Er houdt zich hier in de buurt een gevaarlijke misdadiger op. Herhaling, houd alle deuren en ramen gesloten en blijf binnen. Er is een gevaarlijke misdadiger in de buurt. Het is maar goed dat ze denken dat je dood bent, moeder. Het is maar goed dat ze denken dat je dood bent, mams. Ze zullen nooit opkomen om hier te zoeken. Het heeft me tijd genoeg gekost om uit te zoeken waar je heen verhuisd was. Nou, wat zullen we doen? Ik weet het niet. Nou, we kunnen toch slecht met z'n tweetjes stommetje blijven spelen, of wel soms? Ik bedoel, we moeten toch op de een of andere manier de tijd doden? Tot wanneer? Denk maar niet dat ik gauw vertrek, moeder. Oh, dat... Nee, daar dacht ik ook niet aan. Draag je dan ook een beetje naar, hè? Laten we een spelletje doen. Wat? Ik zie wat jij niet ziet. Ah, dat is een kinderspel. Je vond het altijd zo leuk. Toen was ik nog een kind. Maar het kan heel leuk zijn. Nou, goed dan. Als jij het leuk vindt. Jij begint. Nee, jij begint. Het was jouw idee, jij begint. Oh. Nou, goed dan. Laat eens kijken. Heb je nog niks gevonden? Nou, ik wil het zo moeilijk mogelijk maken. Net iets voor jou. Alles zo moeilijk mogelijk voor me maken. Oh, ik wil wel wat gemakkelijks bedenken als je dat liever hebt. Worden. Nou, goed. Ja, ik zie wat jij niet ziet. En het begint met een G. Gordijn. Nee. Gastel. Nee. Gijster. Nee. Glas. Nee. Je luistert me er toch niet in, hè? Natuurlijk niet. Waarom heb ik het dan nog niet geraden? Het is vlakbij je. Ik weet nog best dat Ron altijd won. Ron? Dat kleine, dikke lievelingetje van je. O, ja. Je kon het van zijn gezicht aflezen. Je liet mij nooit winnen. Ik weet wel waarom. Je hield meer van hem dan van mij. Nee, jij hield niet van mij. Dat is niet waar. Je kent niet eens het verschil tussen wat waar is en wat niet waar is. Dat heb je zelf toegegeven. Hoe kan jij iets voor mij voelen? Je komt hier, je dringt binnen en dreigt me te doden. Dat is een merkwaardige manier om me te laten zien dat je van me houdt. Van je eigen moeder. Nou ja, ik meen er niks van. Het spijt me. Zou ik ook zo denken. Wat was het nou, mam? Grapefruit. Er ligt er een in de schaal op die plank, daar, vlak voor je neus. Kijk dan. Enfin, we beginnen opnieuw. Jouw beurt. Nee, verveel me nou niet met kinderspelletjes. Laten we naar de andere kamer gaan. Daar is het veel gezelliger. Goed. We zullen heel wat te bepraten hebben. Hé, mam? Hé, ik zie dat je de oude piano hebt meegenomen. Ja, het was nog het beste wat we hadden. Al die lessen. Speel eens wat. Mam. De vlooien maar zelfs wat ik kan. Je muziekleraar zei dat je veel talent had, herinner ik me. Je maakt me maar wat wijs. Waarom zou ik er nou om liegen? Mijn pa zei dat lessen geldverspilling waren. Zo dacht ik er niet over. Speel nou eens wat, je zal het zien. Nee, je kan het niet. Ik heb er geen jaren gespeeld, mam. Heerlijk, alles wat ik kan spelen is de vlooienmars. Nou, hoe speel dat dan? Dat is juist leuk. Zul je niet lachen? Het zal weer net als vroeger zijn. Oké. Je bent de beste jongen. Thank you.
nou wel, mam? Ik zei toch dat ik het hem... Wat voel je daar bij die deur uit? Hè? Ik wou nog even kijken of dat slot wel goed sloot en... Jij staat te liegen, hè? Nee. Ik heb je gewaarschuwd dat ik kon zeggen wanneer je loog. Doe die gevoel van weg, alsjeblieft. En dan te bedenken dat ik je vertrouwde. Wie is dat? Weet ik niet. Niet open doen. Oh. Ja, ik zal wel moeten. Het licht schijnt onder de deur door. Vooruit dan maar. Maar laat ze niet binnen. Nee, nee. Het is je geraai ook. Want ik sta vlak achter je. Met mijn vinger aan de trekker. Het spijt me dat ik stoor. Mijn moeder heeft me gestuurd. Wat wil je? Ik kom het geld brengen. Geld? Ja, het lesgeld. Oh, ik heb toch gezegd dat dat niet nodig was? Oh, jawel, maar mama houdt niet van schulden. Ze zei dat ik het moest brengen. Alsjeblieft. Oh, dank je. U kunt het beter even natellen. Nou, het zal wel kloppen. Mag ik even binnenkomen? Ik wou iets vragen over mijn spel. Nee. Ik bedoel, het is al laat. Je zou eigenlijk niet buiten moeten zijn in het donker. Heb je het politiebericht niet gehoord dat iedereen binnen moest blijven? Oh, daar maak ik me geen zorgen over. Ik bedoel, die kerel waar ze naar zoeken, die zal toch niet zo gek zijn om zich op straat te laten zien? Maar wat vindt je moeder ervan? Die heeft de politie niet eens gehoord. Ze was toen net op het toilet. Maar het is nu gevaarlijk voor je buiten. Ja, ontzettend griezelig, hè? Stel je voor dat hij zich nu ergens in een steegje verstopt heeft en de een of andere oude juffrouw opwacht om die te overvallen. Net als Jacques de Ripper. Melanie. Misschien horen we het gegil van het slachtoffer wel als hij er met een slagersmes op inhakt. Zeg toch niet zulke vreselijke dingen. Zal ik even binnenkomen en wachten tot ze hem gepakt hebben? Wil ik best als u bang bent. Nee. Je moeder zal buiten zichzelf van ongerustheid zijn als je nog niet gauw naar huis rent. Toch ga nog gauw, wees een flinke meid. Op de televisie zei ze dat hij gek was. Dag, Melanie. Oh, goed dan. Dag. Wat een klein kring van een meid. Nog maar een kind. Kinderen overdrijven. Oh ja? Kom mee. En ga ergens zitten waar ik je in de gaten kan houden. Daar. Op de pianokruk. Toe, doe die revolver weg. Ik zal niet weer proberen weg te komen. Dus je geeft toe wat je van plan was, hè? Nee. Alweer een leugen. Kun je immers niet vertrouwen. Daarom houdt u de revolver bij de hand. Dat is het enige waar je respect voor hebt. Die oude divan zit lekker. Heb je zeker opnieuw gevuld? Ik wil dat je geen vin verroert. Begrepen? Je wakker. Ben je wakker? Ben je wakker? Waar was jij van heen te gaan, hè? Doe me geen pijn. Doe me alsjeblieft geen pijn. Wat mankeert jou toch? Wat heb ik je dan gedaan? Waarom haat je me zo? Doe alsjeblieft. Sta ik je soms in de weg? Ik? Je eigen zoon? Waar heb ik een moeder als jij aan verdiend? Ik ben niet vergeten wat je tegen mevrouw Andrews hebt gezegd. Nee, ik heb nooit iets gezegd. Ik heb jou horen zeggen dat je wilde dat ik nooit geboren was.
Maar ik leef. Ik ben hier. En je kunt er niks aan doen. Je kunt me niet wegsturen, hè? Ik ben te groot voor het opvoedingsgesticht. Hou op! Mam. Mam. Nou, mam, niet huilen, mam. Mam, doe nou. Ik meende het niet. Ik wil je alleen maar bang maken. Ik deed me alsof, weet je wel. Net als vroeger. Nou, mam. Mam, weet je nog dat ik van de kast in de trappenkaal sprong? Net zo, ik deed me alsof. Ik wou je echt niks doen, mam. Doe laat me met rust. Jij beest. Mam. Beest. Kom terug, mam. Doe dat niet zo stom. Ik zal je niks doen, mam. Wees nou niet zo dwaas, mam. Je kunt nergens heen. Kom hier! Oh. Mam! Doe het licht nou weer aan. Je weet dat ik niet tegen het donker kan. Moeder, waar ben je nou? Ik weet best waar jij bent, hoor. Ik zal echt niks doen, moeder. Doe alsjeblieft het licht aan. Waarom vertrouw je me nou niet? Ik heb je nodig, moeder. Ze zijn weer teruggekomen. Heb je ze niet gehoord? Kom nou tevoorschijn, moeder. Laat me los. Hou je gemak. Laat me los. Bixley, Gordon Bixley, hier inspecteur Rice. We weten dat je daar boven bent, Bixley. Luister naar me. Je kunt niet ontsnappen. Bespaar jezelf moeilijkheden en geef je over. Ze zullen me niet grijpen zolang ik jou heb, moeder. We zullen ze laten zien dat ik jou in mijn macht heb. Dat zal ze tegenhouden. Kom mee. Nee. Rice? Kijk daarboven, Rice. Ik hou mijn moeder vast. Ik waarschuw je, Rice. Als je aanvalt, schiet ik er dood. Begrepen, Rice? Help! Help me toch! Blijf waar je bent, Rice. Of ze gaat eraan. Daar! Hij is in een gevaarlijke stemming, brigadier. Hij zal haar doden. Als we hem proberen te grijpen. Arme vrouw. De vent die deze maniak heeft laten ontsnappen zal er behoorlijk van lusten. De idioot. Ga van de straat af! Zou zijn munitie op zijn? Kunnen we beter niet riskeren. Verdomde revolver. Haal God in! Moeder, je moet me nou helpen. Ze kunnen elk ogenblik hier zijn. Nou, help eens een handje met die tafel, moeder. Kom. Je laat me toch niet meer grijpen, hè? Kan ik dan nooit op jouw hulp rekenen? Waarom laat je me altijd in de steek, hè, moeder? Nou. God, nog aan toe. Wat was dat? Kunnen we niet beter naar binnen gaan, meneer? Ja. Geef bevel met uiterste voorzichtigheid verder te gaan. Verstop in de kast, moeder. Vertel ze niet waar ik ben. Geef me nog één kans. We kunnen samen gelukkig worden, moeder. Hij met z'n tweetjes. En niemand anders, hè? Ron niet, pa niet en Rover niet. Alleen jij en ik, moeder. Ze komen me halen, mam. Het moet daar, bij dat portaaltje zijn. Hopelijk zijn we niet te laat. Jij en ik knappen dit alleen op, brigadier. De rest van jullie wacht hier tot je een teken krijgt. Ze komen eraan, mam. Laat ze me niet meenemen. Alsjeblieft, mam. Alsjeblieft. Kom maar. Kom.
Stil nou maar. Ik ben er toch. Ja. Er kan niks met je gebeuren. Oh, mam. Mam. Je bent veilig. Kom nou maar. Kom nou maar. Stil nou. Oh. Stop, Wesley. Opstaan. Laat ze me niet meenemen, man. Blijf van hem af. Laat hem met rust. Stop, kerel. Neem hem nog niet mee. Juffrouw Jenkins. Kunnen jullie hem dan niet met rust laten? Juffrouw Jenkins. Oh. Voelt u zich nu goed, juffrouw Jenkins? U bent nu veilig, juffrouw Jenkins. Wij zijn van de politie. Veilig. Breng hem weg, brigadier. Ja, meneer. Ja, weg. Kom. 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 Er is een dokter buiten. Hij zal u wel iets geven. Iets waarvan u zult opknappen. Wat heeft hij gedaan? Ik zou me daar maar niet druk over maken. Ik wil het weten. Zijn moeder vermoord. 6 schoten door het hoofd. Oh. Laat bezoek was een hoorspel van Leslie Darben in een vertaling van Rauke G. Broersma. U hoorde Gerry Mantel als Melanie, Dorie Rugani als juffrouw Jenkins, Hans Veerman als Bixley, Bob Verstraten als de inspecteur en Tony Folletta als de brigadier. De regie had Dick van Putten.